vanavond hier met Okan, anti-positief congres. Wat is uw eerste indruk vanavond? Nou, op zich is het mooi dat we op een vrije zaterdag zo'n 250 mensen bereid zijn een zaterdag op te offeren voor een samen zijn, om hier met elkaar te praten over de kracht van Antillianen, maar ook over de dingen die minder goed gaan en wat je daaraan kunt doen. Ik vind zelf eerlijk gezegd praten over dingen die minder goed gaan soms minder belangrijk dan praten over de eigen kracht. Als je weet namelijk wat je eigen kracht is, kom je ook een heel eind ook met de dingen die niet goed gaan. Want dan heb je veel zelfvertrouwen om ze zelf ook in eigen kring te kunnen bespreken. En ik kwam hier enerzijds een positieve boodschap brengen. Ook de mensen uitdagen en stimuleren en inspireren om verder te komen. Zo ook aan te spreken op het zelfreinigend vermogen van hun eigen mensen. En ik denk dat het erg belangrijk is dat de Antillianen ook in Nederland hun eigen huid zelf leren krabben. Het is een Arabische uitdrukking voor zelf oplossingen proberen te verzinnen. En aan de andere kant, ja, waakzaam blijven voor de dingen die minder goed gaan. En ook blijven doen vieren van successen. Het vieren van eigen successen, dat doet niemand anders voor je als je het zelf niet doet. Nou, inderdaad, we zitten dus vandaag eigenlijk om de Antillianen in een positief daglicht te zetten. Als u even terugkijkt binnen de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap, want het gaat eigenlijk om allebei, en bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap, ziet u daarin overeenkomsten en in problemen, zowel problemen als positieve dingen? Ik zie overeenkomsten. De oververtegenwoordiging in de criminaliteit van Antilliaanse en Marokkaanse jongeren is een overeenkomst, maar het gaat over hier uit elkaar. De Marokkanen hebben op een eerder tijdstip besloten niet de problemen te beschouwen als vuile was wat je niet buiten moet hangen. Er is langere tijd nu een gesprek binnen de Marokkaanse gemeenschap gaande over de problemen en wat je daaraan kunt gaan doen. Ik verwacht op 5 juni aanstaande een bijeenkomst in Amstelveen met meer dan 2000 deelnemers. Dat is waarachtig een enorm aantal. Om te praten over de oplossingsrichtingen, met name wat kan die gemeenschap zelf doen. 8000 ondernemers kunnen bijvoorbeeld 8x4, 24.000 stageplaatsen per jaar aanbieden. Om te vermijden dat al die Marokkaanse jongeren alsmaar aangewezen zijn op stageplaatsen van anderen. Dus die ondernemers van Marokkaanse origine kunnen zich laten registreren als leerbedrijf, waardoor stageplaatsen kunnen worden aangeboden. Dit zijn voorbeelden van het zoeken naar oplossingen via eigen kracht. Dus in die zin is de Marokkaanse gemeenschap in mijn ogen soms iets vooruit vergeleken met de Antillianen, maar ze delen wel hetzelfde probleem. Een grote groep met wie het goed gaat en een kleine groep die heel erg donders veel trammeland veroorzaakt. Inderdaad, dus als u het zo zegt, dat zij op een eerder tijdstip op zoek zijn gegaan naar een oplossing. Wat kunnen wij dan nu doen, wij Antillianen die vandaag bij elkaar zijn gekomen? Wat vindt u dat wij kunnen doen om bepaalde problemen binnen onze gemeenschap op te lossen? En vooral namelijk hier in Nederland. Nou, de Antillianen in Nederland zijn nog altijd gevoelig als ze aangesproken worden over dat deel wat niet goed gaat. Ik zei net al, jullie voorzitter Glenn die stuurde mij een hele lange mail. Omdat ik iets zei waar hij zich aan stoorde. Hetzelfde had mij ook een mail kunnen sturen met de mededelende burgemeester. Wat fantastisch dat je dat aansnijdt. Ga samen zoeken naar oplossingen. Volgens mij hebben de Marokkanen dat in de jaren 2000 eerder hebben leren doen. En de Antillianen moeten het gaan doen. En wat mij betreft beginnen ze daar vandaag mee. Want ze hebben in deze stad met het college, maar zeker ook met deze burgemeester, een medestander, een hulp, een steun en toeverlaat om gezamenlijk schouders te zetten onder dit hardnekkige probleem. Het moet beter, het kan beter, want de Antillianen waren altijd het goede voorbeeld voor de nieuwe migranten in Nederland. En die situatie moet weer terugkeren. Inderdaad, ben ik hartstikke mee eens. Dan heb ik nog één allerlaatste vraag. Wat betekent u voor ons, voor Okan, voor zoveel andere verenigingen die zich bezighouden met Antillianen en Arubanen in een goed daglicht te zetten? Wat betekent u eigenlijk voor ons, zijnde burgemeester zoals u bent? Nou, toen ik een kleinkind ben ik altijd uitgescholden voor, je hebt flaporen. Maar je kunt zeggen, ik heb hele goede oren. Ik kan goed luisteren. En met die oren wil ik ook graag iets doen. Die informatie die bij mij binnenkomt, het laat mij nooit onberoerd. Ik lees alle post en ik ben altijd ongelooflijk gevoelig voor problematieken van mensen. En voor de wantoestanden die zich aan de oren kunnen zijn. En ik denk, gebruik mij ook als steun. Als luisterend oor, als burgervaren boven de partijen staand, die maar één ding voor ogen heeft, de stad. En het welzijn van de stad betekent het welzijn van alle burgers, alle 600.000. Al die 600.000 kleine welzijnsposities bij elkaar opgeteld, is het welzijn van de stad. Als het met iedereen goed gaat, gaat het goed met de stad. Als het nu met de stad niet goed gaat, gaat het met iedereen niet goed. Het is een wisselwerking en in die wisselwerking denk ik dat we elkaar te kunnen zijn.
Nou, ik wens u nog een hele prettige dag verder toe hier bij OCAN, namelijk in het Antipositief Congres. Dank u wel voor alles en we zijn u zeer dankbaar dat u vandaag hier aanwezig bent geweest. Dank je wel. Geweldig. Het is nu een Antipositief Congres. We gaan nu van maken een Kanti. Dat is iets met zingen en zo. Nou, Antipositief. Nou, voordat u gaat, Antipositief. Kanta positief.